Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Op 4 januari 2024 werd het hoofdkwartier van het Russische leger in de Krim gebombardeerd. En heel even werd toen melding gemaakt dat de bevelhebber, Valery Gerasimov, dat die omgekomen zou zijn. Dat was mij heel eventjes online, daarna werd het weggehaald. Die Valery, die is daarna niet meer in het openbaar verschenen. Hij is niet meer gezien. Dus ja, dan wordt nu wel de vraag prangend, is hij er nog? Leeft hij nog? Of was hij zo zwaar gewond dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt? Want de opperbevelhebber, ja, die kan je niet een maand lang verborgen houden. Dat is een beetje een rare zaak. Maar Rusland heeft niets, maar dan ook helemaal niets toegegeven. Niet dat hij gewond zou zijn, niet dat hij dood zou zijn. Er is nog steeds, hij staat nog steeds bekend als, ja, de bevelhebber. Nou, dat hebben we eerder gezien. Er was eerst een admiraal ook daar die omgekomen is. En ook die is heel lang, ja, eigenlijk stilgebleven dat hij was omgekomen. Dus ja, Rusland heeft er wat moeite mee om dat soort tegenslagen toe te geven. Hoe dan ook, Gerasimov is minstens gewond geraakt. Zo zwaar dat hij niet meer kan functioneren, want anders zou hij op kantoor gezien zijn. En mogelijk daadwerkelijk omgekomen. Het blijft een rare zaak dat Rusland dat niet wil toegeven. Het is gezichtsverlies blijkbaar. Het is een uitmuntende aanval van Oekraïne. Dat je op dat moment dan die aanval doet, dan heb je hele goede informatie. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Je moet natuurlijk wel weten wie is er op welk moment aanwezig. Heeft het zin om dan op dat moment dat hoofdkwartier te raken? Daarbij is het dan nog, ja, als je daarheen schiet en ze weten het, dan gaan ze alsnog de bunker in. En ze hebben het dus niet alleen voor elkaar gekregen om het te raken, ze hebben hem geraakt zonder dat die soldaten de bunker in zijn gegaan. Ja, dat kan zijn omdat zij eigenwijs waren, zo van ja, wij hoeven dat niet. Het kan ook zijn dat de verrassing natuurlijk compleet was. Hoe dan ook, succes voor Oekraïne, hoe groot het succes is. Ja, dat is dus nog de vraag. Kijk, het Russische leger functioneert ook zonder hun opperbevelhebber. Dus in die zin, ja, het stort niet in elkaar omdat hij weg is. Maar het maakt het wel wat lastiger. We zien bij de Russen dat ze steeds hetzelfde doen. Dat ze amper leren van hun resultaten uit het verleden. Dat duurt daar heel lang. Maar dat heeft alles te maken met hoe het Russische leger is opgezet. Het is natuurlijk een leger in een dictatuur. En een dictatuur heeft te maken met machtsblokken. Waarbij je niet te veel op moet vallen. Want als je te veel opvalt, dan gaat de bevelhebber, de dictator, zien van hey, jij wordt een bedreiging voor me. Ja, je moet daarin laveren. Hè. Je wil voor je soldaten het redelijk goed doen. Je wil niet negatief opvallen zodat je omgebracht wordt. Heel lastige zaak. Het is denk ik veel makkelijker om in een westers leger te functioneren dan in een leger met een dictator. Aan de andere kant, in een westers leger moet je wel beter zijn. In een leger van een dictator moet je die dictator naar de mond praten. En dan moet je dat zo doen dat het. En dan hoef je niet de beste te zijn. Ja, dat is eventjes het punt. Je moet goed genoeg zijn voor die dictator. En een trouwe bondgenoot voor hem zijn. Dat is het belangrijkste. Hoe kundig je bent, dat is zonder geschikt belang. Dat is in het Westen dan wel even anders. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Ik ben heel benieuwd wanneer Gerasimov weer boven water komt, of die dat ook ooit komt. Maar het is wel opmerkelijk dat hij nu een maand lang al uit beeld is. Dankjewel voor het kijken. Geef een duim als je het interessant vond. Neem een abonnement op het kanaal als je dat nog niet hebt. Even inloggen in YouTube. Abonneren. Druk ook op belletje. Krijg je notificatie als ik de volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Houdoe!